Minister Openbare Werken gaf prioriteitspunten Coroni en Nikeri aan. Marinus B. geeft prioriteit een regering aan. En Engeland zal geen herstelbetalingen doen. De zorgpunten van de districten Coroni en Nikeri die het ministerie van Openbare Werken aangaan, worden onder een vergrootglas gelegd. De aandachtspunten worden niet alleen bekeken, maar de permeester OW-minister deed ook toezeggingen voor de aanpak van de prioriteitspunten van de twee districten. De zaken die moeten worden aangepakt zijn aan de minister voorgehouden. Een belangrijk punt is de bescherming van de Oost-West-verbinding, die volgens Charles Perry, OW-coördinator in het Westen, niet te onderschatten is. Omdat mij ook de mangrove bomen verwijderd, is dat best mijn gotang, dus mijn kaboesie, voor nummer of kabouwen aan de wand. Dat gevolgen zijn rampen. Dat is prioriteit. En behalve de werkzaamheden van de Oost-West-verbinding zijn er ook andere zaken die prioriteit genieten. Onder andere de kwestie rond de openbare markt in Nieuw-Nikeri, de oplevering van woningen voor ambtenaren en de renovatie van het gebouw van het commissariaat waren de meest besproken onderwerpen tijdens de ontmoeting met de OW-minister. Met het brengen van ontwikkeling dat we zelf de rustdag van u moeten incalculeren om zaken in gereedheid te brengen. De problemen van de openbare markt beperken een goed verloop van de verkoopactiviteiten. Onderhoud van de markt, beperkt ruimte voor de marktventers, het ontbreken van een geordende structuur en de wens voor vernieuwing van dit verkooppunt zijn ook aan minister Parmisser voorgehouden. Ja, dankjewel mensen van de stad. En net aan de overkant van de markt staat een van de historische panden van Nikeri, het gebouw van het commissariaat dat volgens velen aan vernieuwing toe is. Het ministerie van Openbare Werken is van mening dat de verzoeken van het Westen op een positieve manier zullen worden afgehandeld. Het hoofddoel is eigenlijk de kritieke situatie waaronder de afdamming zich bevindt. Verbetering van de werksfeer op de diverse OW-afdelingen ziet Parmisser ook als een essentieel aandachtspunt. Na verschillende gesprekken met de afdelingshoofden merkte de minister op dat door de jaren heen een aantal obstakels zijn ontstaan. Alles kan, maar alles heeft natuurlijk zijn prijs. Dat is eigenlijk de moeite waard. De ontwikkeling mag ongestoord op gang worden gebracht. En ieder moet zijn verantwoordelijkheid kennen en zijn werk conform de vastgestelde werkovereenkomsten uitvoeren. In alle harmonie en samenwerking en saamhorigheid zullen we dat moeten aanpakken. De stafleden en de overige OW-ambtenaren zijn zeer ingenomen met het werkbezoek van minister Parmisser. En dat doet goed. Echt waar, als man die verantwoordelijk is met de uitvoering, begrijpt u dat je een ruggesteun voelt van Arokwego en de alle directeuren en onderdirecteuren ook van OW die hier zijn. Want de volledige directie van OW heb ik op bezoek. Is een eer, hè? Ja. En de volksvertegenwoordiger Rashid Duki kijkt ook vol belangstelling naar de beleidsmaatregelen in Nikeri. De gemeenschap kan volgens hem rekenen op de voordelen van de beoogde doelen. Vanaf de twee Mulo-scholen, wat jaren, 20, 30 jaar terug was beloofd aan een lucht. Het was niet Wageningen, maar met dit dat. Ze zijn al begonnen, wat gaan we filmen? Die hebben het in mijn nakdak nodig. Eerste stelen geen volkswoningbouw Wageningen ego. Dadelijk aan minister Goluka Tractorijn om over 2-3 weken als het geschikt is om daar ook te beginnen. ROGB-kantoren komen. En zoveel andere projecten. Denk aan de min 16ers. Ja? De plus 60ers. Datra vrij. Mensen met beperking, AKB, dat is landelijk, hè, zit al in Nikeri. Oude vandaag, de Urusma, de Vendemoni, we bouwen, we landbouw hogescholen komen. Awoyoki Swamburg, Goluku commissaris bezig aan het commissariaat. We zijn bezig vandaag, kijk, zoveel woningen. Ja, geen politiecellen hoor, maar woningen voor de ambtenaren. En wij kunnen zo doorgaan. Asfaltering van de Ramdat Tewari weg, ja. Rehabilitatie en bestraten van de Karpahoeklaan weg. En zo gaan wij. En mensen vinden dat ontwikkeling nodig. De reisboeren, u bent hier. Misschien moet ik u
uitnodigen een keertje, STVS, om te komen. Dan rij je door elke polder van Nikeri. Met dat je moet, if you fenwal is grong, 1 centimeter, zal je benut of bewerkt met die van jou. Met de aanpak van de meest besproken onderwerpen en de inzet van het totaal OV-apparaat, moet de eindstreep in 2014 worden gehaald. Voorlopig zal de minister samen met de verschillende actoren aan tafel gaan om een vast aantal structurele aanpassingen te bestuderen. De minister keerde vandaag met zijn delegatie terug naar Paramaribo. Deskundigen werkzaam bij het ministerie van Openbare Werken zijn eveneens belast met de vraagstukken en de volledige realisatie. Het is de bedoeling dat de OW-minister zelf in het veld zal vertoeven om zich te oriënteren en om toezicht te houden op de realisatie van zijn plannen. Permisser is van plan om binnen korte tijd terug te keren naar het westen, waar wij Donderskamp en Apora ook zullen worden aangedaan. Het effectief aanpakken van de criminaliteit, de verbetering van de gezondheidszorg en de voortzetting van de sociale projecten, zijn enkele van de zaken waaraan de overheid het komende jaar zou moeten werken. Dit zei waarnemend fractieleider van de A-combinatie Marinus B. Enkele zaken hieromtrent die deze regering graag wil realiseren, zijn in de begrotingsbehandeling opgenomen. Volgens B zijn deze beleidspunten haalbaar indien de regering ze effectief aanpakt. Net als wat we verleden jaar hadden gedaan om voorstellen te doen bijvoorbeeld, stel bouwkavels ook ter beschikking voor degenen die zelf willen bouwen. Ja, we weten Surinamers zijn in staat. Sabana amai hard drie voor stoon samen met familieleden. En voordat je denkt staat er een goed bewoonbare huis. En dat moeten we ook meenemen. Heel belangrijk is dat van de criminaliteit. Het baart ons zorgen. Het baart in ieder zorgen. Behalve de roofovervallen die er zijn. Verruwen van de criminaliteit. Maar ook dat in het verkeer. Ja, we voelen ons niet veilig meer daar. En vooral als je die gedragingen ziet van vooral jongeren in het verkeer, dan hou je je hart vast. Dus er moet op dat stuk een scherpere beleid worden geformuleerd om in ieder geval mensen te beschermen. Volgens B is deze regering goed op weg met het nakomen van haar beloftes. Enkele zaken werken echter stagnerend. De AC-topper voerde verder aan dat het parlement erop toe zal zien dat de regering zich houdt aan de gedane belofte. Zeer belangrijk voor ons is de sociale punten die zijn opgenomen binnen het komend dienstjaar. U moet begrijpen dat wij ons daaraan hebben gecommitteerd en we zien graag uitvoering eraan. Omdat wij vinden dat een al te groot deel van de samenleving het nog steeds bijzonder moeilijk hebben. Want we gaan ook richting 2015, ja, waarbij de samenleving, het volk ons gaan moeten evalueren. Maar wij blijven ons inzetten voor de Surinaamse samenleving. Tot slot zei Marinus B. dat het dit jaar 2014 de regering goede vooruitzichten biedt. De initiatiefnemer van de NV Havenbeheer, Sjoe Setny, is vandaag vereeuwigd middels een bronzen kop. Vicepresident Robert Amirali mocht in bijzijn van minister Felicie Pinas van PCT, Ramon Sapoen van Handel en Industrie, directeur van de NV Havenbeheer Andrea Talea, Sjoe Setny zelf en andere belangrijke personen het beeld onthullen. De viering van de 42e jaardag van de haven stond in het teken van Sjoe Setny. De 91-jarige Setny sprak over de waardering die hij genoot en ziet de haven meer succes boeken. Het is bijzonder dat ik mijn kinderen en kleinkinderen bij me had en dat die er getuigen van kunnen zijn. Dat die offers die in de tijd gebracht zijn, niet voor niks waren. En de bevolking moet groeien. Want anders, het achterland is te klein. Ik denk dat ze met technologische vooruitgang een heleboel dingen nog kunnen doen. Maar ze moeten geen haast maken. Langzaam. Elke stap vooruit. Het goed in de gaten houden.
Nee, ik zeg, het wordt wat gaat niet een explosieve groei worden meer. Maar goed management, dat is even, ik vind dat even dus naast staatsolie, haven. Ondanks dat de haven al 3 keer de prijs heeft behaald van beste haven in het Caribisch gebied, is er volgens de directeur Andreas Talia nog veel te doen. Vooral het tekort aan koelcontainers voor producten als bakoven is merkbaar op de haven. De koelcontainers, dat terrein ook aan te pakken zodat we meer koelcontainers via de importen en ook voor de export meer van die containers te kunnen accommoderen ten behoeve van de bakovensector en andere zaken die wij exporteren waarvoor koelfaciliteit voor nodig is. Voor nu hebben we zeg maar een beperking en die beperking maakt dat we niet alle niet de totale behoefte van Suriname kunnen faciliteren. Voor vicepresident Robert Amirali heeft de NV Havenbeheer een belangrijke rol gespeeld in de economie van Suriname, ondanks de vele aanvallen over het beheer van dat stukje grond. Desalniettemin denk ik dat toen al de visie was dat je geen economische ontwikkeling kan krijgen als je niet een goede haven hebt, als je niet goede havenfaciliteiten hebt. En we weten dat toen de haven in 71 werd opgezet, dat we toen een heleboel stuk goed hadden en dat we thans een volledig containerhaven hebben opgezet. We gebruiken natuurlijk ook dit moment om NV Havenbeheer te bedanken en te feliciteren voor de rol die ze in de afgelopen dagen, afgelopen jaren heeft gespeeld. In verband met de jaardag van de NV Havenbeheer heeft Jules Setny een boek uitgebracht met zijn levensverhaal getiteld Alles gaat voorbij, behalve het verleden. De voorzitter van het jeugdparlement, Daryl Boutou, zal het komende parlement ondersteunen indien nodig. De verschillende kandidaten voeren reeds hun campagne op diverse scholen en via diverse media. Boutou zei dat de verkiezingscommissie belast is met een campagne om de verkiezing te promoten. Er is volgens hen voldoende geld om dit traject succesvol te laten verlopen. Nou, het zou verkeerd zijn van mij om iemand komen aan te kijken en zeggen dat degene niet kababel is. Zeker niet als ze al hebben gedurfd om die eerste stap te maken om zich kandidaat te stellen. Dat zegt me al genoeg, dat je in staat bent, je bent bereid en je wilt een bijdrage gaan leveren. Dat moeten we nog even overlaten aan het nieuwe parlement waar gekozen zal worden. Maar ik geloof er wel sterk in dat er voldoende potentie zit binnen die samenleving onder de jongeren. En dat ze eventueel het werk welke wij afgelopen jaren hier hebben voorgezet, dat ze die verder kunnen trekken. Misschien zelfs beter dan de vorige parlementen het hebben gedaan. Ik ben dat de organisatie die belast is met het organiseren van de verkiezingen, die gaan ervoor zorgen dat er een campagne wordt gevoerd, dat er volledig van wordt gedaan, dat er een beetje bekendheid wordt gegeven aan de procedures en alles die daarom draait. Er is voldoende geld. Ik denk dat er een begroting is opgemaakt welke nu aan het uitvoeren is. En over geld gesproken heb ik nog niet eens gehoord dat er een probleem daarmee zou zijn. De verkiezing vindt plaats op 10 december. Medewerkers van voorlichtingsafdelingen van ministeries worden getraind in televisie maken. Bij het maken van televisie moet rekening worden gehouden met het feit dat men zich tot de massa moet richten. Vandaag bij de introductie van de training zijn basiselementen behandeld. Ili Lemmers, een van de trainers, gaf aan waarom deze training belangrijk is. Nou, de overheidsvoorlichters hebben een specifieke taak. En televisie is op zich een heel krachtig medium dat gebruikt wordt om de boodschap over te brengen naar het volk. Het is daarom heel belangrijk dat je gebruik maakt van alle technieken om de boodschap zo duidelijk mogelijk over te brengen. En dat is wat
de cursussen zullen meekrijgen tijdens deze training. Nou, ik zou niet willen zeggen dat ze niet aan de eisen voldoen. Het gaat de goede kant op. Het wordt steeds beter. Maar er zijn hier en daar nog wat basiselementen die verkeerd worden aangepakt. Of die beter aangepakt kunnen worden, om het zo te zeggen. Deze training is een vervolg van de radiotraining die de medewerkers eerder dit jaar hebben gevolgd. De kankantrieboom op de nieuwste postzegel van Surpost moet de eenheidsgedachte symboliseren. Het gaat om een serie van twee postzegels waarbij het gedicht van Dobro Wangboom in zijn geheel is opgenomen op de tweede zegel. Gisteren heeft het Surinaams postbedrijf Surpost de eenheidszegel uitgegeven. Deze moet een bijdrage leveren aan de jubileumviering van 160 jaar Chinese immigratie, 150 jaar afschaffing van de slavernij in Suriname en 140 jaar Hindoestaanse immigratie. President Desiree Bouterse mocht de eerste eenheidszegel kopen. Ik kan u garanderen dat dit het vertrekpunt is voor verdere ontwikkeling, omdat het zonder meer inspirerend zal zijn voor ons allen. En dan denk ik dat ik spreek mede namens de RVC en mede namens de medewerkers van Surpost. We zijn vereerd met uw bezoek en wij denken dat wij met u aan het hoofd van de regering een nieuw begin kunnen maken bij Surpost, want dat hebben we hard nodig. Met het gedicht van Dobro is het jubileumjaar vereeuwigd, voegde het staatshoofd eraan toe. Het bijzondere aan deze postzegels is het feit dat hiermee is gekozen om de boodschap van de president om de eenheid onder de verschillende bevolkingsgroepen te bewaren, tot uiting te brengen. En wat dit betreft, dan danken we alle Surinamers. Maar er zijn altijd bijzondere Surinamers natuurlijk. En een van de bijzondere Surinamers, nogmaals, er zijn vele, maar een van de bijzondere Surinamers was toch wel onze Dobro. Hij was de eenvoud zelf. Hij was een ieders vriend. Maar hij kon ook heel diepzinnig nadenken over zaken. En ik ben blij dat dit hier in Suriname, wij alleen het ontdekt hebben, maar dat internationaal geweten wordt, en binnenkort geloof ik dat er zelfs in Cuba, dat Wangboom, zoals ze dat noemen, Suriname, hij zal dan, daarbij zal Suriname natuurlijk met zijn Dobro het voetlicht van de wereld betreden. De koffer kon er 15 SRB-cent betaald worden. Dit was het Binnenlands Nieuws.